De Surinaamse journalist Harvey Panka is gisteren unaniem gekozen tot voorzitter van de Associatie van Caribische Mediawerkers, ACM, voor de periode 2023-2025. Hiermee is Panka de eerste Surinamer die de Caribische journalistenorganisatie zal leiden. In een interview met onze redactie geeft Panka aan dat dit een eer is voor Suriname, omdat wij 22 jaar geleden ook hebben geholpen om deze organisatie op te richten. ACM richt zich op het bieden van trainingen voor mediawerkers. Het is voor mij zeker een geweldig moment en ik denk dat we Suriname hiermee ook op de kaart plaatsen. Er komen steeds nieuwe zaken bij en je moet bijblijven. En dat is precies wat ACM doet, ook middels haar trainingsinstituut, de Media Institute of the Caribbean. Die verzorgen het hele jaar door trainingen. Ze doen ook trainingen via, samen met ICM op maat. Als een lidorganisatie dat vraagt, kunnen we zo'n training ook ontwikkelen als er behoefte daarvoor is. We bieden ook assistentie als het wordt gevraagd. Laat me duidelijk stellen, ik ben nu voorzitter van de ACM, niet voorzitter van de SVJ. Ik ben voorzitter van de organisatie waarbij de ledenorganisaties zoals de SVJ lid zijn. Dus die verzoeken zullen moeten komen vanuit de SVJ. Maar ik denk wel dat als het voorzitterschap in Suriname is, dat we toch kunnen trekken aan de weg om met name de journalistiek in Suriname op een hoger niveau te brengen. Panka wil zich sterk maken voor trainingen op het gebied van olie en gas, omdat de media daarover weinig berichten publiceren. In Guyana zijn journalisten op dit stuk veel verder. Daarnaast wil de nieuwbakken voorzitter er ook voor zorgen dat er ledenorganisaties komen in alle Caribische landen. Voor Suriname? Het is voor mij zeker een geweldig moment en ik denk dat we Suriname hiermee ook op de kaart plaatsen. Er komen steeds nieuwe zaken bij en je moet bijblijven. En dat is precies wat ACM doet, ook middels haar trainingsinstituut, de Media Institute of the Caribbean. Die verzorgen het hele jaar door trainingen. Ze doen ook trainingen via, samen met ICM op maat. Als een lidorganisatie dat vraagt, kunnen we zo'n training ook ontwikkelen als er behoefte daarvoor is. We bieden ook assistentie als het wordt gevraagd. Laat me duidelijk stellen, ik ben nu voorzitter van de ACM, niet voorzitter van de SVJ. Ik ben voorzitter van de organisatie waarbij de ledenorganisaties zoals de SVJ lid zijn. Dus die verzoeken zullen moeten komen vanuit de SVJ. Maar ik denk wel dat als het voor... Laten we meer aan onderzoeksjournalistiek gaan doen. Want eigenlijk dat zal alleen de waarheid naar boven brengen. Eigenlijk de informatie waar de samenleving echt recht op heeft. Want een wet openbaarheid van bestuur, dat ontbreekt tot nu toe. En we zullen toch wel op een of andere wijze moeten vechten dat deze wet wordt behandeld in de Nationale Assemblée en ook wordt aangenomen. Misschien de meeste landen in het Caribische milieu hebben al zo'n wet. En Suriname heeft al zo'n ontwerp, maar op de agenda van de Nationale Assemblée is hij nog niet. Dus ik denk dat de SVJ daar zeker aan moet gaan trekken en de ACM is er zeker op de nodige bijstand te verdienen om zulks mogelijk te maken.